Het laatste ballet hoort tot de, mag rustig zeggen, 5 beste gezelschappen ter wereld. Dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn balletten, dat weet ik best. Nou, dat betekent natuurlijk erg veel voor me. Dat is mijn huis, daar is wat ik werk. Afscheid nemen, dat zal niet gaan gebeuren. Vanaf mijn 7e was maar 1 ding wat ik wilde en dat was dansen. Dus dat deed ik dan tussen de schuifdeuren met de muziek van het Concertgebouw. Het zal er niet uitgezien hebben, maar ik voelde me verrukkelijk. Ja. Na 5 jaar dansen ben ik begonnen als choreograaf en nooit meer opgehouden. Ik kan dat gewoon erg goed. Dat is erg leuk als je het goed kan. Klote kaas. Nou. Nee hoor. Nee hoor, die kaas is niet in orde. Risico's zijn heel belangrijk, want dan zie je wat. Het heeft alleen maar zin met de kunst risico's te nemen. Het risico's in het maken, hè. Niet het risico's ten opzichte van het publiek of wat. Nee, gewoon. Het meest belangrijke is dat je risico's durft te nemen. Keurig. Ik gebruik nooit het woord inspiratie. En dat heb ik geleerd van Picasso en Stravinsky. Die hielden niet van het woord inspiratie. En die noemden dat I steal whatever I can. En zo hoort het. Je hoort niet te imiteren, maar wel te stelen. You have to steal whatever you can. Je helemaal geen zorgen te maken over jonge mensen. Er zijn altijd weer mensen die je opnieuw verbaasd zullen laten staan. Natuurlijk kijk ik om rehearsals. En waarom kijk ik daarna? Ik kan ze zo voorspellen. Je weet best hoe het afloopt, maar ik denk dan, hoe gaan ze het doen? En dat is interessant. Dus ik kijk altijd naar commercials, ja. Er zijn maar weinig goede, hoor. Ja.